Hallo allemaal, ik ben Rebecca en welkom op kanaal Creatief met Rebecca. We gaan vandaag een kaart stippen. En het is natuurlijk altijd heel leuk om een zelfgemaakte kaart te maken en op te sturen. En wat heb je nodig voor dit project? Voor dit project gebruik ik waterverfpapier in zwart. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon ander zwart papier gebruiken of wit papier zwart verven. Dit papier is wat dikker, omdat het ook leuk is om kaarten mee te maken. Hier ga ik zo meteen een kaartje uitknippen. En wat heb ik nog meer nodig? Natuurlijk een potlood om het af te meten. Een liniaal, die heb ik hier al klaar liggen. En natuurlijk mijn stippenstokjes. Ook deze heb ik klaar. En wat ik voor de rest nog heb, is mijn zakje met acrylverf. Ik heb de kleine tubetjes gebruik ik van Amsterdam. Deze zijn eigenlijk verkrijgbaar in alle hobbywinkels. En ik vind het eigenlijk makkelijker dan grote tubes, omdat je nog wel eens wisselt met kleuren. En ik heb hier natuurlijk mijn bakje klaar staan en natuurlijk een lekker kopje thee. Dus ik zou zeggen, pak je spulletjes erbij en ik hoop dat je wat inspiratie hebt om hele leuke kaarten te maken voor verjaardagen of misschien wel voor de aankomende feestdagen. En voor dit project heb je natuurlijk gewoon één papier nodig en we gaan hier een kaartje uitmaken van 12 bij 12. Dat heb ik afgemeten en dan snij ik hem even. En uit ene vel kun je twee kaartjes halen. Ik meet natuurlijk even het midden, dat doe ik natuurlijk met de liniaal. En ik zet even stippen. Straks dan kun je dit natuurlijk gewoon heel makkelijk weer weggummen. Als ik mijn verf in het bakje heb gedaan, dan pak ik natuurlijk mijn stippenstokjes erbij. En dan ga ik natuurlijk eerst beginnen met de stip in het midden. En dan begin ik natuurlijk met van boven naar onder. En we draaien dan kloksgewijs, draaien we mee met onze stippen. Dan hebben we de eerste vier stippen hebben we gezet. Dan gaan we natuurlijk verder met de volgende ronde. En die gaat natuurlijk tussen de twee andere stippen. En op deze manier ga je natuurlijk je kaart helemaal opvullen. En ik gebruik deze kleuren. Maar je bent natuurlijk altijd vrij om andere kleuren te gebruiken. Of misschien heb je een ander patroon. Ik kies nu voor een eenvoudig patroon. Omdat die gewoon voor iedereen heel goed te doen is. En ik stip elke keer in het midden van het andere stippen. En zo draai ik elke keer mijn kaart mee. Een keer met de klok mee. En zo zie je eigenlijk al dat het stippatroon ontstaat. En ik hoop natuurlijk dat je wat leuke inspiratie hier hebt. Je kunt het natuurlijk ook op een canvasdoek doen, dit patroon. Of op een katoenen tas. Dan kan dit natuurlijk ook heel goed. Dus mocht je een katoenen tas hebben, ook dan kun je natuurlijk hele leuke stippatronen maken. En de stokjes die ik gebruik, heb ik al een keer eerder uitgelegd. Die kun je bestellen bij Pipo's. Misschien ook bij bol.com, dat weet ik niet zeker. Maar ik weet zeker dat ze bij de Pipo's hebben ze deze stokjes. En deze stokjes kun je natuurlijk voor heel veel verschillende soorten verf en ondergronden gebruiken. Je kunt ook porselein verf gebruiken en daarmee op borden stippen of op kopjes. Alles is natuurlijk mogelijk, hout. En zo zien jullie eigenlijk al het patroon ontstaan. En dan moeten we hem eigenlijk laten drogen. En dan is dit het eindresultaat. En later als hij helemaal gedroogd is, kun je de puntjes wat langzamer wegwerken die ontstaan zijn door de verf. En met het drogen van onze stippenkaart zijn we natuurlijk weer aan het einde gekomen van deze video. En ik hoop dat je weer wat stipinspiratie hebt opgedaan. En natuurlijk kun je aan de achterkant met een witte pen of met een witte Posca-pen jouw boodschap schrijven voor de ontvanger. En voor nu wil ik je natuurlijk weer hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. En tot snel bij een nieuwe creatieve video.